Sparta wint met 2-1 van Go Eagles. Gefeliciteerd met 3 punten. Zo de 10e wedstrijd op rij waarin jullie ongeslagen blijven. Alleen de laatste 3 wedstrijden werd er niet gewonnen. Merk je dat er in de groep toch een beetje gesnakt werd naar weer een zege? Nee, eigenlijk niet hoor. Ik denk dat je wedstrijden bijvoorbeeld als Fortuna en NEC uit, dat je daar gelijk kan spelen eigenlijk. En ik denk dat dat helemaal niet geen schande of iets slechts is, zeg maar. Alleen het is lekker dat we vandaag weer winnen. Precies, wat ging er vandaag anders ten opzichte van die wedstrijden die jullie gelijk speelden, waardoor je nu wel wint? Ik denk vooral dat we vandaag speelden natuurlijk thuis. Dat is natuurlijk anders, het thuisvoordeel. Ik denk dat we vandaag goed tot kansen kwamen, veel kansen hebben gecreëerd. En ik denk dat we dat de afgelopen wedstrijden iets minder hebben gehad. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ik denk dat we de tweede helft de wedstrijd wel eerder de 3-1 konden maken. Alleen, ik denk dat we zo stabiel staan en goed verdedigen, waardoor we gewoon deze 2-1 vasthouden. Je maakte de 1-0, de tweede treffer van 2023. Je schoot natuurlijk uit de startblokken dit seizoen met doelpunten tegen AZ. Hoe lekker was het om weer te scoren? Ja, natuurlijk als aanvaller zijn is het altijd lekker om te scoren. Vooral nog op het begin van de wedstrijd. Dat je dan eigenlijk lekker de wedstrijd komt. Je begint goed en blij om weer een doelpunt te maken vandaag. Precies, jullie begonnen goed. Daarna begin je eigenlijk aan de tweede helft ook prima. Waarin jij in eerste instantie nou zeker de kans krijgt op 2-0. Dan valt uit het niets de 1-1. Ja, waar gaat het mis? Ik denk dat we niet goed verdedigen. Ik denk dat we niet goed dekken. En eigenlijk, volgens mij, ik weet het niet zo heel goed meer. Maar volgens mij staat, maar laten we ze te makkelijk combineren. Waardoor hij heel makkelijk kan schieten van in de 16. En dat mag niet gebeuren eigenlijk. Je zei net zelf al eventjes, jullie kregen vele kansen op op de derde treffer. Ja, is dat nog iets wat dan een beetje irritatie over zit, dat je die wedstrijd niet eerder in het slot gooit? Ik denk uiteindelijk dat je vooral blij bent, tot je de 2-1 houdt. En je kan niet altijd alles afmaken natuurlijk. En misschien moeten we weer meer op afwerken trainen deze week. Nee, ja, het is natuurlijk iets. Iedereen wil natuurlijk een goal maken, alleen dan moet je natuurlijk ook net een beetje geluk bij hebben. De wedstrijd wordt dan niet beslist, maar tegelijkertijd heb je eerst wel een beetje op de tribune het gevoel dat jullie het gewoon onder controle hadden, dat je het niet weg zou geven. Heerst dat gevoel ook op het veld? Ja, ik denk dat we heel weinig in de problemen zijn gekomen en tot dan eigenlijk ook geen kansen meer hebben gecreëerd. Dus ik denk dat dat goed stond. 37 punten hebben Sparta nu al, natuurlijk nog steeds de nummer 6 van de Eredivisie blijven jullie. Ja, zijn al meer punten dan dat jullie vorig seizoen in het hele seizoen haalden. Ja, blijf maar doorgaan hè? Ja, klopt. Ik denk dat we heel bezig zijn en iets heel moois dit seizoen. En ik denk dat we elke wedstrijd mee bezig zijn om die lijn vast te houden en daarmee door te gaan. En hopelijk kunnen we het seizoen ook zo eindigen en aan deze lijn doortrekken. Volgende week een lastige uitstrijd tegen Ajax. Heel veel succes dan weer. Yes, dankjewel.